openbare ruimtes, hun doel en het gebruik ervan. Dat was het thema van een discussieavond afgelopen vrijdag, georganiseerd door Spatial Planners Association Suriname SPASU. De activiteit had plaats in de aula van het Instituut voor Graduate Studies en Research IGSR. De inleider was stedenbouwkundig architect Johan Martinus. De panelleden waren Femia Wezenhagen van SPASU, DC Paramaribo Noordoost Mike Merkus en Vidya Durga Misir, waarnemend directeur van het ministerie van OWTNC. Martinus gaf aan dat plekken die mooi en goed zijn bewaard, verbeterd en versterkt moeten worden. Kijk, ook in Suriname en Paramaribo zijn er plekken die mooi zijn en die goed zijn. En die plekken die mooi zijn en die goed zijn, bewaar ze en zorg dat je ze versterkt en zorg dat je ze verbetert. Die kansen moet je aangrijpen, dat is belangrijk. Dus, nogmaals, het gaat niet alleen om, het gaat niet zozeer om geld. Het gaat om willen en het gaat erom dat je in staat bent met alle betrokkenen samen oplossingen te vinden en oplossingen te bedenken. Dat alle neuzen in één richting wijzen. En daar hebben we misschien nog wel een probleem mee, want we hebben hier te maken met een heleboel betrokkenen. Het districtsbestuur bijvoorbeeld, met een aantal taken die dan in de wet regionale organen zijn aangegeven, als ik me niet vergis. En ik heb hier niet op alle taken genoemd, maar een aantal wel, die te maken hebben met de openbare ruimte. Het handhaven van de openbare orde, dat is heel belangrijk natuurlijk. De voorbereiding van districts- en resortplannen en de uitvoering. Omtrent de uitgifte van openbare bermen gaf deze Nergus aan dat de verschillende instanties bezig zijn om regelgeving hieromtrent te maken. Als we dan praten over delen van bermen die zijn uitgegeven, dan dateren de eerste uitgaves van de periode 1988. 88, ja, eind 88, begin 89, aan de Koesewijnenstraat. En ook nog enkele andere die er nog steeds staan. Dus het is niet een, het is, de laatste periode is het een beetje, heeft een beetje andere draai gehad. Toch? En waardoor uiteindelijk ook een beslissing is genomen om even de uitgifte aan te houden. Om zodoende een traject uit te stippelen waar we naartoe gaan en wat we precies willen met de openbare ruimte. Maar de start waarbij openbaar ruimte zijn uitgegeven, zoals de Bergman. Daar beginnen we in eind 88, begin 89. En die opstellen zijn toen ook uitgegeven in de vorm van het moet elk moment weg kunnen gaan, maar dat is ook wat het tot nu toe niet het geval. En maar als je dan ook kijkt naar de tijdspannen, hoe lang zo een opstand daar staat, toch, dan, en wat er door de jaren heen is gebeurd, dan vereist het een totale aanpak, want je kan dan een gedeelte niet weghalen en een gedeelte wel laten. Dus nu is er ook dan ook een commissie, vertegenwoordigend het ministerie van Openbare Werken, het ministerie van RGB, regionale ontwikkeling, ik dacht, Jusvol ook vertegenwoordigd is en die is al bijna aan het eind om zijn bevindingen te geven en eigenlijk het traject te bepalen waar wij de komende periode naartoe gaan. Deze Mike Nerkus, hij sprak afgelopen vrijdag in de aula van het IGSR-gebouw tijdens de discussieavond van SPASU.